Nee, maar luister. Het drankje wat hier binnen werd gemaakt was een lekker drankje. Het was een hartstikke lekker drankje. Iedereen vond het lekker. En het was ook lekker. Het was een geheim recept van brandewijn, van suiker, van... Het was prachtig. Het werd ambachtelijk gestookt in het begin. Want later werden de kruiden werden vervangen door essences. Niet te verwarren met essenties. Chemisch nagemaakte stoffen. Later werd het ook niet meer ambachtelijk gemaakt, maar in zo'n computergestuurde ketel. Behalve in de reclame. In de reclame zag je nog zo'n grote roodkoperen ketel. Werd daarnaast zo'n gezellige likeurstoker met zo'n grote snor. Die stond te lachen alsof hij hartstikke leuk werk had. Een acteur dus. Ja, natuurlijk, want er is geen één likeurstoker te vinden die kan spelen dat likeurstoker leuk is. Want likeurstoker is gewoon niet leuk. Dus neem je een acteur. Dat is reclame. Reclame is een leugen, maar moet ook nog geacteerd worden. Het gaat snel. Ik geef toe, maar ik leg hem uit. Je ziet wel eens van die reclames van bijvoorbeeld Randstad Uitzendbureau. Ik noem maar wat. En dan zie je 's morgens in de vrieskou een of andere meid en die gaat vrolijk fluitend naar de werk. Nou, dat is of een actrice of een hele domme tikteef. Laten we nou gewoon eerlijk zijn. Ik bedoel, wie gaat er nou vrolijk fluitend voor Randstad Uitzendbureau 's morgens vroeg? Zo, de mieter toch op. Ik bedoel, je komt thuis met een beeldschermkraag of met een muisarmtje, laat het toch op. Maar het is reclame en die reclame gaat veel verder, want die mensen die reclames maken en die ze uitzenden, die weten ook altijd precies wanneer iedereen kijkt. Dus ze weten ook exact wanneer welke reclame uitgezonden moet worden. Voorbeeld, 's morgens vroeg, dan kijken altijd alle dementen, hè, omdat Hans Willigenburg komt. Dat is gewoon een... Nou, u kijkt me nu aan, zegt van, ik kijk ook wel eens, nou dan weet je hoe het met je gaat, zeg maar. Nou goed, maar dat maakt niet uit. En dan 's morgens, dan zijn alle reclames zijn aangepast aan de dementen. Moet je maar eens opletten. 's morgens gaat het altijd over uitvaartpolissen. Of het gaat over damespampers. Altijd damespampers. Nooit gezien dat wijf met die tuinslang? De vliegende kut heet ze bij ons thuis. Geweldig. Gespeeld door Na Druppel. Echt fantastisch, fantastisch. En dan zie je dat wijf zo staan. En dan komt zo'n RTL4 stem onder van, weet u dat 1 op de 4 vrouwen van boven de 50 zo lekker als een mandje? En dan zie je zo'n wijf door het beeld lopen. En dat is dan een actrice, althans, dat hoop ik voor ze. Ja, je weet het niet. Misschien gaat buiten beeld er wel een gozer achteraan. Zo'n Hassan met het hoofddoekje van zijn dochter, zou ik maar zeggen. Maar joh, die zijn er toch niet bij. En het is ook heel schaamteloos, die reclame. Want dan komt dat wijf in beeld en zegt dan, ja, en ik spring nog over het hekje naar de buurvrouw. En dan ben ik nog droog. Dan denk ik, ja, en naar de buurman, geile miepie, hè? Het zijn geacteerde reclames. Wat ook zo'n prachtige geacteerde reclame is, dat er zo'n jongen die met zo'n pak wasmiddel zo'n straat in komt lopen. Dan komt hij door de straat in lopen en dan gaan er allemaal van die cameraploegen zo omheen. En dan knippert er onder in beeld, live opgenomen. Daar heb ik ook heel lang over nagedacht. Live opgenomen. Ik zei tegen de regisseur, hoe deden jullie dat vroeger? En nou, vroeger namen we dagen later op, joh. Laat maar goed, in ieder geval. Hij loopt er met het pak wasmiddel, weet je wel. En dan belt hij bij iemand aan. En aan de mevrouw die open doet, daar is ook over nagedacht. Zie je dat het om een heel goedkoop wasmiddel gaat? Nee, zeg maar. Zo'n wijf in zo'n uitgelubberd joggingpak, zou ik maar zeggen. Je denkt, mensen, waar koop je dat? Ja, jij weet dat, maar wij weten dat. En dan. Je vond de vorige show leuker, denk ik, hè? Ja. Nou goed, en dan wordt er aan haar gevraagd heeft u, weet ik veel, Ariel in huis of zo? En zegt ze, ja, mijn man is namelijk judo-trainer en die heeft regelmatig spermavlekken in zijn pak. Zoiets, weet je wel. Of hij is dominee in Brussel, maar zoiets zou ik zeggen. Nou. Oh ja, en dan zegt die gozer met het wasmiddel, en volgende keer bellen wij misschien bij u aan. Nou, dat zou ik hem in mijn geval niet echt aanraden, laat ik zo. Maar de allerbeste reclame die geacteerd is, dat is die mevrouw die voor huisvrouw speelt en door een supermarkt loopt. Loopt door een supermarkt, komt langs de koelvitrine en dan... Toma! Maar dan heel hard. En dan moet het wijf doen of ze schrikt. Ze zegt, ik schrik mijn hartverzakking. Die pamper omhoog zo. Ik schrik mijn hartverzakking. Ik zat er laatst over na te denken, over die reclame. Ik denk, dat zou die klootzak bij mij toch niet moeten flikken, hoor. Ik zou hem in één keer door dat kartonnen wandje heen halen, weet je. Ik zou hem in zijn eigen vet frituren, weet je dat? Chromeren, ja. En er zijn heel veel mensen die tegen me zeggen, man, waar wind je je nou over op, over televisiereclame? Televisiereclame is juist heel belangrijk, want als we geen televisiereclame zouden hebben, dan zouden we niet eens televisie hebben. En dan trekken ze zo'n ethisch gezicht, zeggen ze, en denk daar maar eens over na. Dan denk ik, nou, dat lijkt mij wel wat.